Leuk dat je kijkt bij deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag heb ik een zieke challenge voor jullie, want ik ga proberen een potje Fortnite te winnen zonder te reloaden. Beeld je in dat je gewoon een heel potje niet mag reloaden. Stel, je schiet gewoon al je kogels op met het wapen, moet je hem ook gewoon droppen, want je mag hem dus niet reloaden. Ik ga ook zo meteen even de mindset zetten in de game. Hoop ik hebben jullie allemaal zin in deze video. Voordat het begint wil ik nog even mededelen dat ik mijn oude Xbox Elite controller, gewoon de normale Xbox Elite controller, ga ik dus weggeven aan jullie. Ik speel nu op de V2 controller, dus vandaar dat ik één oude ga weggeven. Wil je die winnen? Zorg dat je deze video liked, deze video deelt. Abonneer op mijn YouTube kanaal met een belletje aan. Mijn supporter creator code gebruikt en me volgt op Instagram. Daarvan staat een linkje hier beneden in de beschrijving. Hopelijk hebben jullie allemaal zin in deze video. Ik in ieder geval wel, want we gaan even lekker knallen met deze challenge. Let's go! We zijn aangekomen in ons potje. We gaan naar Lazy Lake, maar voordat we daar naartoe gaan moet ik natuurlijk snel de settings uitzetten. Ik heb dus nu reload / interact. En nu moeten we het alleen op interact zetten. En wat dat betekent is dat we dus niet meer kunnen reloaden. Maar dat we dus nog wel wapens en zo kunnen oppakken. En wapens en chesten en zo kunnen openen. Maar we kunnen dus niet meer reloaden. En dat is best wel kut. Want bijvoorbeeld als je een gouden scar hebt. 30 ammo, die killt 1 of 2 mensen. Vervolgens ammo is op. Ja, je kan hem niet reloaden. Je mag hem niet reloaden. Maar het kan niet eens. Aangezien ik het dat net heb uitgezet. Moeten we die prot gaan droppen voor een pis of zo, ik zeg maar wat. Dus dit gaat heel lastig worden. Geen idee ook waar ik ga droppen. Oh shit, ik wou eigenlijk die pump. Niet erop landen, please. Oké, nice. 5 ammo hebben we dus eigenlijk nu. Laten we gewoon zuinig gaan zijn. We moeten gewoon zo zuinig mogelijk gaan zijn met mijn ammo. Gewoon, ik moet niet op mensen wow gaan schieten. Voor. Dat niet, want ik kan dan niet reloaden. Ik moet echt alleen schieten als ik denk, oeh, dit wordt een easy hit of een kill. Maar op walls geschieten is denk ik niet slim bij deze challenge. En gewoon zoveel mogelijk wapens meenemen. Misschien 2 shotguns. Ik bedoel, als je een shotgun hebt met 4 ammo, heb je gewoon de kans dat die zo meteen leeg is. Dus ik denk ook zoveel mogelijk wapens gewoon. We hebben nu 2 shotguns, dus ik denk dat dat wel chilling is. Blauwe AR is heel nice. Jammer dat we maar 50 kogels daarmee kunnen gaan genieten. Maar laten we gewoon gelijk even een third party rock hier. Oké, free kill hier. Ik druk op 4. Ik ben er gewoon zo gewend om nu te gaan reloaden, maar het lukt gewoon niet. Omdat het knopje staat uit. Oké, we gaan nog even. Holy shit, let's go. 2 kills gelijk. Hoppakee. Extra tactical. Extra AR. Ik zit even te twijfelen wat ik dan ga meenemen daarvan. Twee keer 44, hij is 1 op 1. Shit on, bro. Let's go, GG's boys. 1 mini shield, dat is nice. Die kunnen we poppen. Blauw pump, hoeveel ammo heeft die? Die heeft er 3. En die tactical heeft er ook 3. Okay, we hebben dus eigenlijk 6 shot die ammo. 20 en hier zit in 26. Dan raak ik toch denk ik gewoon voor de AR. Dat is net iets meer. Oké, okay, nice. GG's. 3 kills alweer. Er zijn nog super veel mannen hier, Lazy. Dus imagine als we hier al richting die 5, misschien wel 6 kills gaan. Zou wel netjes zijn. We hebben ook nog 6 nades. Dat wil ik even gebruiken. Ik ga gewoon even high ground hier pakken. Rechts ook nog mensen. What the fuck, waarom is het hier zo druk? Ik wil niet mijn ammo eigenlijk verspillen. Maar hier is een free kill. Dank u wel. Jij zit nu aan mijn loot. Oh shit. One shot. Let's get it. 5 kills al. GG's boys. Big shield. RPG. Kijk, gouden RPG is volgens mij echt heel slecht. Weet je waarom? Je kan maar 1 keer een rocket gebruiken, want je mag daarna niet meer reloaden. Je kan daarna überhaupt niet eens meer reloaden. Edit. Geen shot helemaal meer. Moet ik naar mijn andere? Holy. Let's go. Zo ben ik blij dat ik 2 shotjes bij me. 2 shot is bij me is key. Kijk, deze heeft 2, deze heeft 5. SMG'tje misschien? Ja. Minis. Ja. Give me that. Even kijken, nog hoeveel? 5. Oké, laten we die pump skippen. We doen het zo. Hoeveel heeft die tactical? Die heeft 0, oké. En deze heeft? 26. Oh, nice, we're chilling. Wat? Is helemaal naar white? Oké dan. Waarom altijd die third parties, bro? Holy shit, third party, lekker. Hij heeft een one shot.
niet voor ammo te spillen, maar hij is one shot. Mag ik die kill gewoon? Dankjewel. Nu gaat die andere kid waarschijnlijk komen. Sniper, je hebt er ook niks aan. Je kan één kogel snipen, daarna kan je niet meer reloaden. Oh, nog maar 6 ammo hierin. Oh my god, 6 ammo heb je echt heel weinig aan. 4? Oké, ik ga voor dubbele shotty. Waar is die boy? Waar zit de partyboy? We hebben 7 kills! No way. Ik wist het. Ik wist dat hij ergens zat. Oh, dit is naar. Dit is heel naar. Oké, moet hier voor gekke play gaan. Edit. Pas op met je shotty ammo, Joep. Pas op met je shotty ammo. Let's go, baby. Let's go, boys. Deze heeft geen ammo meer. Die moeten we droppen. 1 mini, die poppen we natuurlijk. SMG, hoeveel ammo of die? Maar 12, ay nee, toch. Waarom reload die niet even alles voordat die... Oh, shit. Besef deze ammo beter. Kunnen we hier nog even iets beters vinden? Blauwe arm met 10. Nee, hebben we ook niks aan. Maddies hebben minis. Laten we ineens gewoon droppen dan. Holy shit, wat wil ik nu deze shot die graag reloaden, maar... Nou, probeer het, er gebeurt helemaal niks. Oké. Okay. We zijn nu chilling. 8 ammo in de shotgun, dat is even heel belangrijk. Kijk, die SMG is dan nog niet zo... Oké, okay, laten we dan die SMG ook gaan skippen. 6 niet zijn best overpowered. Oké, wat we gaan doen? We gaan farmen, we gaan campfire daar. Misschien nog even vissen voor een slurpfish. En dan gaan we gewoon lekker doorpushen. Holy shit. Wat gaat het tot nu toe goed, man? Let's go. Holy shit, wat? Ik dacht, we zijn even onderweg meer kills. Ik hoor hier een paar spullen. Of een gouden zelfs. Ik weet niet welke het is. Maar ik ben bang voor de pump. Niet in die trap gaan, Joep. Oh, mijn shotty ammo. Pas op. Verspoor het voor shotty ammo. En hij is nog niet dood. GG. Oké. Okay. Beter zit er in zijn noobie. Noobie loot. Oké. Okay. Besef. Hij is zo slecht en hij heeft deze loot. 4 ammo. Oké, dat is nice. Dat is echt heel nice. SMG met volle ammo. AR met volle ammo. En een sniper. Ja, die gaan we niet meenemen. Maar dit is echt perfect. Ten eerste, een kill. Onze loot is en verbeterd en zoveel ammo erbij. We hebben nu 9 kills en nog 20 man alive in mijn game. We pakken gewoon de boot en we gaan gewoon vol doorpushen. Ik zie daar een airdrop. Misschien... Kijk, ik hoef je loot niet eens persen, maar misschien... Komen we daar wel mensen op af? Nu zijn er ook gewoon mensen geweest. No way. No way. Wat kom ik tegen? Ik wil echt niet mijn shotty gebruiken. Ik zeg heel eerlijk. Ik wil mijn shotty niet gebruiken. Dat vind ik echt zonde. Ik kan er maar 4 keer mee schieten. En dan moet ik hem weer droppen. Oké, shit dan. GG. Hoeveel ammo heeft hij? Mooi. Big shield. Mooi. Welke shot die had hij? Wacht, groene pump volgens mij. Nu zit ik echt te twijfelen, want het ligt aan hoeveel ammo hij heeft. Hij heeft een blauwe pump met 4 ammo. Ja, kijk, ik moet nu een paarse pump gaan droppen, maar 2 ammo is wel eigenlijk heel belangrijk, hè. 2 ammo kan echt een verschil zijn. Zometeen heb ik geen ammo meer. En dan ben ik dood. 10 kills, 16 mannen live in potje. Dat betekent 15 anderen. Dan had ik gewoon naar de zone zwemmen en misschien proberen gewoon een beetje richting die 20 bom te gaan. Nou, dat zou echt insane zijn in zo'n challenge waar je niet eens kan reloaden. Ik zeg jullie heel eerlijk, boys. Vergeet zeker niet nog allemaal deze video te liken en te abonneren met een belletje. Want zoals jullie weten, Minty X-codes ga ik binnenkort weer weggeven op Instagram. Dus volg zeker allemaal mijn Instagram via het link hier beneden in de beschrijving. En boys, vergeet dus mij zeker ook niet te supporten in de item shop. Dat staat hierboven. Al die giveaways doe ik allemaal voor jullie, omdat jullie support gewoon insane is. Maar voor nu, ja, kills. Kills nu even het belangrijkste. Laten we daarvoor focussen. Oké, dan. Interessant. Zit iemand daar helemaal boven in een gekke ijzeren eiffeltoren gewoon. Maar wacht, we hebben ook nog iemand hier in onze rug. Maar dit is een beetje kut. Ik wil niet van twee kanten beschoten worden. Dus vandaar probeer ik hem gewoon snel mogelijk te killen. En meer moet gewoon... Ik moet echt weer letten op mijn ammo. Ik schiet gewoon alsof het een normaal potje is. Maar dat is het niet, want ik mag niet reloaden. Ik heb maar 3 ammo. Oh
piece of tea. Holy shit. No worries. Niet doen. Doe het mij niet aan. Ik moet die floppers nemen, ik moet die minis. Hoeveel shot ammo heb ik? 1 of helemaal niks meer. Nog eentje. En hoeveel heeft deze? Deze heeft er 4, oké. Waar zit hij allemaal traps neer dan? Wat doet hij allemaal? Hij zit allemaal traps in het huis. Oké dan. Oké, we hebben weer een beetje wat ammo erbij. We hebben weer wat ammo erbij. We hebben een kill erbij. Maar ik vind hem echt heel erg eng met al die traps. Hij zit hier ergens. Hij zit hier boven nog. Ik ben bang voor zijn traps allemaal hier. Laat gewoon kijken. We hebben genoeg meds. What the fuck. Deze ga ik allemaal spelen. Deze ga ik allemaal spelen. Holy shit. Ik moet deze minis poppen. Please. Niet zo. Niet zo. We hebben genoeg mensen. We moeten gewoon zoveel mogelijk boxes maken. Hij gaan pakken. Geblokt. Ah, die. En dan mis ik de belangrijke schoten. Dat is al naar mij. Dat is het. Die trap, jongen. Ik ga er nog één lopen ook. Waar is die trap? Ik vind het echt doodeng. Ik vind het doodeng zoveel traps. En besef mijn ammo ook. Ah nee, toch boys. Nog maar 2 shot die ammo. Nog maar 2. Dit gaat niet de goede kant op nu. Ik moet hem echt snel gaan killen. Nog maar 1. Nog maar 1 shot die ammo. Ben je serieus met al die traps? Hoeveel traps kan je überhaupt hebben? Oké, hij is echt goed. Ik heb geen shotje meer. Ik heb niks meer. No way. No fucking way. Oké. Ik moet die trap even weg hebben. Dan pak ik deze. Shotje helemaal graag. Hoeveel heb jij? Je hebt er 7. Jij hebt mij echt gesaved. Jij hebt mij gesaved. Wacht, zit hier ammo in? Eentje. Nul. Ja, weet je wat? Ik neem gewoon die RPG mee. Ik kan 1 kogel ermee schieten, maar het is beter dan niks. Want nu kan ik eigenlijk helemaal niks mee met die SMG met 3 ammo. Dus ik heb nu 1 RPG kogel en daarna moet hij natuurlijk al reloaden. Waar de heck is deze guy? Er was hier 100% zeker iemand. Ja, daar is hij. Nice hit. Holy shit, als ik daar dood zou gaan. Ik stress hem helemaal dood. Ik heb hem nog getrapt. Ik heb hem nog getrapt. Wat voor shot had hij? Gouden tag. Er zit 5 ammo in. No way. Op die nades. Oké, 5 ammo en een gouden tag. Dat is wel heel netjes. Maar ik ga even kijken of er iets extra's. SMG of zo. Er zit een SMG 30. Oké, nice. Nu weg goede ammo. 5 shot die ammo. 27 jaar. 1 rocket en 30 SMG. 13 kills met nog 7 man in de game. Maar ik ben er ook nog. Dus nog 6 anderen. Oké, die RPG-kogel heeft dus echt nul nut gehad. Niet doen. Niet doen. Wee, yo, die guy is weak. En dan komt er natuurlijk een third party. En ik heb nog maar... Oh my god, mijn ammo ook. Moet hem snel killen. Ik heb zijn ammo nodig. Waar is mijn kill? Waar gaat hij naartoe? Sniper? Oké, we hebben 1 kogel erin. Fuck it, waarom niet? Misschien kunnen we met die ene kogel gewoon iemand killen. Imagine. En waar ik nu wel echt zorgen om maak is mijn shotty ammo, als ik eerlijk ben. 3 is niet echt waar je heel blij van wordt. 1 is niet waar je heel blij van wordt. Misschien moeten we naar beneden schoten of zo. Nee man, ik vertrouw dit niet. Ik ga weg hier. Ik ga een andere shotty pakken. Please, geef mij een wa... Oké, kom op, pump dan maar. Ja, als het 3 ammo heeft, weet je waarom niet.
Misschien hier nog. Ik had hier... Weet je, zit hier 5 ammo of zo. Kijk, dan is er maar een comma pump. Dan heeft hij in ieder geval ammo, hoop ik. 5? 5, oké, nice. Kijk, comma pump. Slechtste pump. Slechtste wapen gewoon op het spel, vind ik. Nou, misschien iets beter dan een pistol. Maar slechtste shotgun in ieder geval. Maar ja, als hij ammo heeft, dan is het beter dan niks. Waarschijnlijk, ik heb ook een spectator. Die denkt, wat doet hij nou weer? Hij is best goed, hij heeft 13 kills. Maar hij dropt een gouden tactical heeft hij niet. Dropt hij voor een common pump. Die zou ook denken, wat zij helemaal aan het doen. What fuck? Ik kan niet meer jumpen. Oké, we gaan voor nu chillen. Gaan we gewoon nog één hoger. We gaan gewoon echt op dikke high gaan chillen. Gewoon alsof het een scrim game of iets is. Er zijn nog 5 anderen in deze zone, hè? Besef. 6 man nog. In totaal gaat hij me gewoon vol pushen. Oeh. Dat ziet er interessant uit. De hele gang komt ineens. Wat is het allemaal, boys? Ik heb nog nooit een normale pub gespeeld die zo sterk is met nog 6 man hier. En dan ook nog eens natuurlijk even in een no-reload challenge waar ik niet eens mag reloaden. Ik denk dat het laatste stukje het allerspannendst en het moeilijkst gaat worden. Stel ik kill gewoon zometeen in een moving zone. En ik heb geen tijd om zijn loot te pakken en dan heb ik gewoon geen ammo meer om die laatste te killen. Dan moet er gewoon voor een trap kill gaan of een pickaxe of weet ik veel wat. Dat gaat echt onmogelijk worden. Wie schiet er? Waar is iedereen? Zal ik even kijken? Nee! Oh, waarom doe ik dit? Ik zie hem gewoon in al die bosjes schieten. In al dat gaan of zo, weet je. Ik denk zo van, oh, ik schiet even mee. Misschien zit hij ergens. Helemaal vergeten dat ik niet kan reloaden. Daar gaat gewoon 10 ammo. Daar gaat 10 ammo. Ik kan dat niet zomaar doen natuurlijk. Die luxe hebben wij niet. Die luxe hebben wij niet, maar dat was ik even vergeten. Dom foutje. Een hele domme fout zelfs. Waarom gaat niemand dood? Nog steeds 6 man. En waar is iedereen? Er zit 2 man boven mij, dat weet ik zeker. Met ik zijn er 3, oké? Maar er zijn er nog 3 anderen. Ik zou niet weten als ik eerlijk ben waar die zitten. Laten we even door onze cone kijken. Daar hebben we eentje. Daar hebben we 1 iemand. Daar hebben we de tweede. Let's go, die hebben we. Sniper, kan ik droppen? Oh, die andere is ook dood. Ik heb nog 3 andere. 2 bij mij, 1 voor me. Holy shit, 14 kills. Lil Imagine. Ja, die guy op high ground, hij moet eruit. Maar kijk, mijn armen, nog 12. Heb ik ook iemand gekillt, ik kan zijn loot niet pakken. En daar zit die andere. Ja, zij moeten even lekker op elkaar gaan schieten dat hun materials opgaan. Want ja, ik zou best willen meeschieten, maar helaas kan dat niet. Of zal ik die guy hier bij mij pushen? Ik ben weer het slachtoffer, jongens. Dankjewel. Waarom moet het zo sterk zijn? Ik denk, no reload challenge wordt echt onmogelijk bijna. Maar het wordt nooit nog moeilijker gemaakt om er even lekker een scrim game nog eens van te maken. Ik zou zelfs zonder deze challenge zou het zelfs moeilijk zijn om deze game te winnen. Om deze zo, game te winnen, volgens mij. Hij is dood. Ik moet voor zijn loot gaan. Ammo. Match. Ammo. Hoeveel ammo? Deze max, oké. Shotty. Die heeft evenveel. Dat is 5. Een RPG heeft er 0. Oké, die kunnen niet meenemen. Sniper. Die heeft er 1. Ik denk dat dit de loot, man. Dit wordt de laatste loot van ons. Om deze win binnen te halen. Nog 2 andere. 14 kills. Ik wil eigenlijk voor high ground gaan. Zit hij er helemaal boven? Eentje zo beneden. We hebben high ground. 1v1, 15 kill win. Met de no kilo challenge. Ik ga ervoor.
Let's go. 15 kill win zonder te reloaden. Holy shit. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor het kijken bij deze zieke challenge hier op mijn kanaal. Voor iedereen die nog kans wil maken op deze Xbox Elite controller. Mijn oude Xbox Elite controller aangezien ik nu op de nieuwe speel, de V2. Ik ga dus mijn oude weggeven. Helemaal gratis bij de 80.000 abonnees. Wil je kans maken? Like nog deze video. Abonneer op mijn YouTube kanaal met een belletje aan. Deel deze video met al je vrienden. En nu er zijn gelijk. Gebruik mijn Sport Creator Code in de itemshop. En stuur mijn bewijs allemaal op naar mijn Instagram. Daarvan staat een linkje in de beschrijving. Die moet je ook volgen. En dan heb je gratis kans op deze Xbox Elite controller. Op mijn Instagram ga ik binnenkort ook nog eens een paar Minty X's weggeven. Dus check even zeker allemaal. Zet dat belletje zeker aan. En dan wil ik u heel erg bedanken voor het kijken bij deze video. En dan check ik jullie later.